Goedemorgen allemaal, hier Casper Boom. Fijn dat ik aan jullie een les mag verzorgen over topsport en jezelf zijn. Ik heb wat PowerPoint slides gemaakt en daarnaast hoop ik dat er heel veel leuke vragen binnenkomen via de chat. Die gaan we dan zo goed mogelijk beantwoorden. En ik hoop dat we een leuk half uurtje met elkaar tegemoet gaan en dat ik het een en ander kan vertellen en hoop dat het jullie kan inspireren. Ik begin even met mezelf kort voor te stellen. Nogmaals, mijn naam is Casper Boom, ik ben 40 jaar, ik woon in Amsterdam. En ik werk daar bij de gemeente Amsterdam als sportmakelaar. Nou, in het kort houdt dat in dat ik allerlei kennismakingslessen en naschoolse activiteiten organiseer op basisscholen in Amsterdam-Noord. Ontzettend leuk om te doen, omdat sport was en is altijd al een passie voor mij geweest. En als je dan ook in de sport mag werken. Voelt soms zoals als een voorrecht en hartstikke leuk om te doen allemaal. Dus dat is even wat ik in het dagelijks leven, doe. Ik woon in Amsterdam-West, in Bosselommer, hartstikke leuke buurt om in te wonen. En ik wil jullie even meenemen in mijn verleden als topsporter. Het is inmiddels al wel weer een tijdje geleden. En daarnaast heb ik een onderdeeltje over waarin het heel erg belangrijk is. Dat je jezelf kan zijn. En ik ga jullie daarin meenemen met in een korte online of in een PowerPoint presentatie. Dus de volgende slide. Nou, korfbal is mijn sport. Daar ben ik op zesjarige leeftijd mee begonnen. Dat was in het oosten van het land, in Hardenberg. Dat ligt bijna in Duitsland. En daar wonen mijn vader en moeder nog steeds. Daar ben ik opgegroeid. En als zesjarig jongetje tot groot verdriet van mijn vader begonnen met korfballen. Omdat mijn vader had liever gezien dat ik ging voetballen. Maar alle vriendjes in de straat met wie ik speelde zaten allemaal net op korfbal. Dus toen dacht ik van nou dan ga ik ook dat maar eens proberen. En daarnaast had ik een oudere zus die al korfbalde. En zodoende ben ik daar ook mee begonnen. Nou, dat was een schot in de roos, want ik vond het gelijk vanaf de eerste training was ik verkocht. En heb daar in Hardenberg altijd met heel veel plezier bij die club gespeeld. Vanaf dat ik een jaar of 13 was, kwam ik in oostelijke selecties te spelen. Dus toen bleek wel dat ik wel een beetje talent had. Het enige nadeel voor mij, of een van de grootste nadelen van mijn spel was dat ik nogal klein was. En ik ben nu ook nog steeds niet heel groot, 1,81 meter. Dus dat is voor een korfballer niet heel erg groot. Maar ik was op dat moment nog heel klein en ja, dat heeft me tot mijn 17e wel aardig parten gespeeld. Vanaf toen ging ik pas een beetje groeien naar die 1,81 meter die ik nu ben. Ik was altijd wel heel erg gedreven en ambitieus. En ik wilde eigenlijk altijd wel proberen om het hoogste eruit te halen. En dat streefde ik ook echt altijd naar. Ik deed daar heel goed mijn best voor. En er was één club waar ik altijd al fan van was. En daar ging ik ook heel vaak op zondagmiddag al bij het eerste kijken. En dan droomde ik er eigenlijk al een beetje van of ik, dat ik daar ooit zelf ook zou mogen spelen. Nou, die club, dat zien jullie al in de slide staan, bij de derde, dat is bij de derde bullet, is DOS 46 geworden. Nou, die club die vroeg mij op 20-jarige leeftijd of ik de overstap wilde maken. Nou, dat is op zich best laat, want sommige spelers die gaan al op 12-jarige leeftijd of op 14-jarige leeftijd de overstap naar een topclub maken. Nou, bij mij was dat pas op 20-jarige leeftijd. Maar goed, beter laat dan nooit, denk ik dan altijd maar. En ik was, de club belde mij op of ik belangstelling had en of ik erover na wilde denken om bij hen te komen spelen. Nou, toen had ik in mijn hoofd al de keuze gemaakt dat ik dat natuurlijk wilde doen. Dus er zijn nog een keer bij mij thuis wezen praten, maar dat was eigenlijk meer voor de vorm en ik was gelijk verkocht. Nou, bij DOS heb ik wel een jaar of vijf erover moeten doen om echt in het eerste te geraken. Het was meestal net de vijfde man, bij korfbal speel je met vier mannen en vier vrouwen in een team. Meestal was ik net de vijfde en bij blessures en schorsingen of ziekte, dan werd ik vaak wel bij het eerste gehaald. Maar als zodra iedereen weer fit was, dan zat ik toch weer gauw in de tweede vaak. En dat was soms best frustrerend, maar het heeft me ook gehard. En ik heb er ook daardoor wel gezorgd dat ik
door bleef zetten, omdat ik mijn korfbaldroom nog wel wilde waarmaken. Nou, uiteindelijk ben ik op 5, 26-jarige leeftijd wel echt in het eerste beland. En heb ik daar de glorieperiode van de Club Door 46 mee mogen maken. Het allereerste jaar dat ik in het eerste kwam, mochten we gelijk de finale om het landskampioenschap spelen in een uitverkocht Ahoy. Nou, dat was natuurlijk een droom die uitkwam. En zeker ook omdat we de wedstrijd heel goed speelden en wonnen met 29-19. Dat was een fantastische ervaring. Uiteindelijk speelde ik zelf ook een hele sterke wedstrijd. Dat is misschien wel mijn beste wedstrijd die ik ooit in mijn carrière gespeeld heb. Ik heb 8 doelpunten gemaakt, waar ik nog steeds ontzettend trots op ben. En daarnaast, toen wij in Ahoy weer terugkwamen in Nijveen, daar zit de Club Door 46, een heel klein dorpje in Drenthe. Daar werden we groots onthaald. De politie ging voor ons rijden met zwaailichten. En daarnaast stonden mensen op straat en met vuurwerk afgestoken. En echt tot diep in de nacht een heel mooi groot feest gevierd, wat ontzettend gaaf was. En vanaf toen was ik eigenlijk wel gepaste waarde, ook echt in het eerste. En heb ik daar nog een jaar of 6 in het eerste mogen spelen. Op een gegeven moment werd ik zelfs op 27-jarige leeftijd, kreeg ik op Koningsdag, Koninginnennacht, toen was het nog Koninginnennacht, want het was in 2007, dus dat is alweer best lang geleden, werd ik gebeld door de bondscoach. Ik stond eigenlijk met wat vrienden een klein feestje te vieren. Toen ging mijn telefoon, ik zei het nummer niet, dus ik liep even weg van de muziek en ik nam op en toen, bondscoach aan de telefoon. Nou, dat was voor mij echt een volslagen verrassing. En hij vroeg mij of ik zin en tijd had om met het Nederlands team mee te gaan voor een 3-weekse trainingsstage in Taiwan en China. Nou, je kan je voorstellen dat ik daar ook echt geen seconde over na hoefde te denken. En gelijk heb gezegd, ja, tuurlijk wil ik dat. Dus vanaf toen mocht ik mee voor een trainingsstage met Oranje om te kijken of ik het niveau aankon en in de groep paste en dergelijke. Nou, dat ging eigenlijk heel goed en was hartstikke mooi. Dus, en vanaf toen was ik dus ook international. Nou, 27-jarige leeftijd nog voor uitgenodigd worden is ook weer heel erg laat. Dat is misschien wel een beetje de story of my life, dat ik een beetje overal wat later mee ben. Maar goed, beter laat dan nooit, zei ik net volgens mij ook al. En dat is ook gewoon zo. En ik heb daar bij het Nederlands team nog een jaar of 4,5 heb ik daarbij mogen zijn. En dat was een fantastische periode. In totaal heb ik 26 interlands mogen spelen. En voor Oranje, waarvan alle toernooien die er zijn ook. Maar die komen zo meteen nog wel eventjes terug in de volgende slide. En momenteel korfbal ik nog steeds, want ik vind korfbal nog steeds de allerleukste sport die er is. Ondanks dat ik ook fitness en hardloop en noem alles maar op. Ik baal ook echt dat de sportscholen momenteel in die vervelende lockdown zijn gegaan. Dat ik daar niet meer terecht kan en dat ik maar zelf een beetje oefeningen moet gaan verzinnen. Maar korfbal blijft voor mij toch echt nog steeds het allerleukste. Ik speel bij Blauw-Wit Amsterdam in een vriendenteam momenteel. En dat is gewoon echt, in het veld zijn we bloedfanatiek, maar we hoeven niet meer dan altijd te trainen. En als je een keer niet kan bij een wedstrijd, is dat ook geen ramp. Dus, maar in het veld nog steeds bloedfanatiek. Ga ik even door naar de volgende slide. In mijn korfbalcarrière uiteindelijk vanaf mijn 26e toch nog wel best wel veel mooie prijzen gewonnen. In totaal zijn we dus met tot 46 4 keer Nederlands kampioen geweest. 3 keer was dat in de zaal in Ahoy, in een uitverkocht Ahoy. En 1 keer was het buiten. Korfbal wordt zowel binnen als buiten gespeeld. En daarnaast hebben we met DOS ook 3 keer de Europa Cup voor landskampioen mogen winnen. Wat ook ontzettend gaaf was, één keer was het bijvoorbeeld in Portugal. Gingen we met 200 mensen van onze vereniging naar Portugal om een toernooi te spelen. En we waren dan 20 van de selectie en de rest was allemaal supporter. Nou, dat was een heel groot feest eigenlijk, zeker toen we wonnen.
Daarnaast ben ik één keer wereldkampioen met Oranje geworden, één keer Europees kampioen met Oranje en één keer de World Games gewonnen. Nou, de World Games zijn eigenlijk de Olympische Spelen voor niet-Olympische sporten. Maar korfbal is geen Olympische sport helaas, te klein voor internationale concurrentie. Maar de World Games zijn dan een soort van alternatief. En dat alternatief houdt dan in dat je... Dat er ook wat kleinere sporten allemaal bij elkaar komen, ook met openingsceremonie in een heel groot stadion. Deze was in Taiwan en ik zie een vraag binnenkomen of het de hele wereld rondging. Nou ja, dat kan ik met deze vraag wel beantwoorden. Ja, best wel, want ik ben naar Taiwan en China een aantal keren geweest, maar ook in Australië wel geweest om te korfballen. Helaas niet naar Zuid-Amerika of Amerika, maar, en ook niet het continent Afrika, maar wel vooral Azië en Europa. Wel echt mooie plekken geweest in Shanghai, Peking, Hongkong en nou, tijdens de training en wedstrijden door heb je soms ook wel eens een paar dagen vrij of een dag vrij en zijn we ook op hele mooie plekken geweest, bijvoorbeeld de Chinese muur gewandeld, dus ja, super gaaf. En ja, dit zijn dan de prijzen die we met die ja, in mijn carrière gewonnen heb, waar ik ja, met heel veel genoegdoening op terugkijk. Dat was even een beetje over mijn korfbalcarrière. En dan wil ik ook nu even een ander themaatje aan de orde stellen tijdens deze gastles. En dat is jezelf zijn. En volgens mij is dat ontzettend belangrijk waar je ook bent, maar ook zeker binnen je sport. En binnen de sport is het soms nog niet altijd helemaal vanzelfsprekend om dat je echt jezelf kan zijn. En ik ga jullie daar ook even een verhaal over vertellen over mezelf. En als daar ook nog vragen over binnenkomen, dan nodig ik jullie van harte uit om daar vragen over te stellen in de chat. Vind ik leuk. Ik vertelde al 20-jarige leeftijd ging ik bij DOS 46 korfballen. En daar was ik helemaal, dat was echt, daar was ik euforisch over. Ik zweefde helemaal als het ware op een wolk. Ik vond het fantastisch wat ik wilde gaan doen, dat kon ik gaan doen bij die club. En daar was ik ontzettend blij om. Maar op hetzelfde moment eigenlijk ontdekte ik ook bij mezelf dat ik wat een beetje anders ben dan de rest. Dan heel veel anderen, zeg maar, zeker binnen mijn omgeving in het oosten van Nederland in Harderwijk. Ik ontdekte voor mezelf dat ik niet op meisjes, maar op jongens viel. En dat was echt voor mij op dat moment iets waar ik, wat ik echt vreselijk vond. Wat ik wegdrukte en wat ik ook waarvan ik dacht, hier ga ik voorlopig misschien wel nooit wat mee doen. Ik ga me volledig op het sporten richten, op het korfballen richten, want dat vind ik leuk. En dat andere, mijn homoseksualiteit... daar wil ik geen aandacht aan schenken, want dat is me alleen maar tot last en ik vind het ook nog eens vreselijk dat, dat ik dat ben eigenlijk. Verder binnen mijn team zeg maar, was ik dus wel eigenlijk gewoon de Casper die ik nu ook nog steeds ben, maar een klein stukje van mezelf, en dat is dus mijn seksuele geaardheid, die kon ik dus niet met anderen delen, want dat wilde ik niet. En, ik heb daar ook nooit met iemand over gepraat. Dingen die bij mezelf naar voren kwamen, dat ik dacht van ja, ik ben de enige die zo is. Dat zal men wel niet denken. Ik wil niet buiten de groep vallen. Die drie titels, of die drie zinnen die ik daar in de PowerPoint heb benoemd. Die speelden allemaal, kwamen allemaal bij mij op in mijn hoofd. En ja, dan kon het echt wel spoken in mijn hoofd wat dat betreft. Dus ik heb een aantal jaren heb ik me alleen maar volledig op korfballen gericht en dat andere geparkeerd. Maar op een gegeven moment vond ik het wel heel vervelend. Begon het steeds meer te knagen aan me dat het zo was. En toen dacht ik van ja, wie heb ik hier nu mee? Heb ik er mezelf mee dat ik dit voor mezelf hou? Of heb ik de rest van de wereld ermee? Nou, volgens mij kwam ik al heel snel tot de conclusie dat ik dan toch echt... alleen maar mezelf ermee had. En toen dacht ik van ja, nu moet ik er wat mee gaan doen. Ik moet het maar gaan bekendmaken. Nou, toen was ik een jaar of 27, 28 toen ik zover was, toen ik dat dacht. Maar toen kwam ook gelijk van ja, hoe ga ik dat dan bekendmaken? En waarom zou ik dat dan bekendmaken? Want
Als ik vertel dat, dat ik homoseksueel ben, dan gaan mensen vast denken. Of, ik was heel erg bang dat ik hier zeg maar, op mijn voorhoofd een soort van stempeltje zou krijgen. En dat mensen mij alleen maar als homo zouden zien. En niet meer als teamgenoot of als buurman, als broer, als vriend, als meester. Want ik was op dat moment geen meester op een aantal basisscholen. Allemaal andere rollen die ik ook in mijn leven vervulde. Ik was bang dat ik alleen nog maar als die homo gezien zou worden. En dat vond ik ja, heel vervelend. Daarnaast vond ik het ook heel vervelend dat ik me niet echt kon spiegelen aan iemand. In de sport is best wel een macho omgeving. Hè. Je wilt winnen, je wilt je tegenstander verslaan. Binnen de sport wordt het woord homo nog steeds en toen ook, en ook binnen de korfballerij, wat men soms niet helemaal denkt, maar wordt het ook best wel vaak als scheldwoord gebruikt. En het wordt altijd gebruikt op een wat negatievere manier. Dus als het woord homo wordt nooit gebruikt bijvoorbeeld als je binnen de doelpunt maakt of als je de assist van de wedstrijd maakt of een redding als keeper bijvoorbeeld een hele mooie redding hebt. Het wordt altijd gebruikt als je ja, een blunder maakt of iets niet goed doet of iets knulligs doet. En nou, dus altijd met iets zwaks of iets minderwaardigs wordt het vergeleken. En nou, dat was voor mij ook echt een angstbeeld. Dat ik dacht van ja, ik wil dat niet zijn. En, uiteindelijk, al die dingen die speelden dus mee om bij mij om er heel lang mee te wachten. Nou, uiteindelijk was ik pas 30 toen ik het uiteindelijk heb verteld aan iedereen. Eerst aan mijn vader en moeder en aan mijn broer en zus en aan mijn beste vrienden. En uiteindelijk heb ik in China, toen we met het Nederlands team op trainingsstage waren, heb ik een mail gestuurd naar al mijn bekenden, mijn kennissen, vrienden van wie het van mij nog niet gehoord hadden. En uiteindelijk had ik de mail opgesteld, heb ik alle adressen ingevoerd en ik zat echt met een trillende vingerknop, met een trillende vinger bij de enterknop van joh, als ik nu op enter druk, dan, ja, dan is het zo, dan kan ik niet meer terug. Uiteindelijk heb ik dat toen wel gedaan en was in Nederland was het natuurlijk nog overdag, in China was het tijd om te gaan slapen, maar ik kon die nacht echt geen oog dicht doen, ik was helemaal hyper van de adrenaline. Net alsof ik een hele belangrijke wedstrijd had gespeeld of weet ik wat, of een treetje Red Bull had weggedronken, zo kun je dat daarmee voorstellen. Ik heb die nacht ook echt geen oog dicht gedaan en heb een iPhone gelinkt van een teamgenoot van mij die bij mij op de kamer sliep. En ik kon mijn mailtjes binnenhalen, want ik had gevraagd of mensen wilden reageren. Uiteindelijk hebben heel veel mensen daar ook hele lieve reacties op gegeven en nou, was dat. Ik voelde dat voor mij wel heel erg fijn, dat ik dacht van nou ja, het is goed zo en mensen accepteren me gewoon zoals ik wie ik ben. En dat was heel fijn. Uiteindelijk, en de volgende dag heb ik het in het Nederlands team nog aan de groep medegedeeld en ook daar waren de reacties louter positief. Dus uiteindelijk was ik heel erg blij met dat ik het gedaan had en zweefde ik ook weer op een wolkje dat ik een periode had dat ik dacht dat ik de hele wereld aankom. Maar het maakte me gelijkertijd ook wel weer een beetje verdrietig dat ik, waarom ik er zo lang mee heb gewacht. En dat het ja, toch een soort van 10 jaar van mijn leven een geheim met me meegedragen heb. Terwijl dat eigenlijk een soort van onnodig was. Dat was een beetje een rare periode. Ik was aan de ene kant dus heel blij, aan de andere kant een beetje verdrietig. Nou, uiteindelijk, dat heeft me dus ook doen besluiten om, dat stond ook in mijn presentatie helemaal vooraan. Ik ga even terug naar de slide, de eerste slide. Zien jullie rechts onderin, zien jullie de John Blankenstein Foundation staan. Nou, om aandacht voor dit thema te vragen, ben ik aangesloten bij de John Blankenstein Foundation, of heb ik me aangesloten bij de John Blankenstein Foundation als vrijwilliger. De John Blankenstein Foundation is een organisatie die zich inzet voor acceptatie en diversiteit in de sport. En dan met name acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap. Nou, dat zijn heel veel letters en dat staat zeg maar voor de
de lesbiennes en de homo's, de transgenders, de biseksuelen. En ja, er zijn nog veel meer letters die tot het alfabet behoren, die daar wat mee te maken hebben, maar dit zijn de meest bekende. En ja, wij doen dat door workshops te geven op scholen, bij sportverenigingen, bij gemeentes, kan overal. En daarin proberen wij het gesprek met de groep aan te gaan. Over het thema en een stukje bewustwording te creëren. Dat met name binnen de sport het nog niet altijd heel erg eenvoudig is om jezelf te zijn. En wellicht hebben jullie afgelopen weekend naar voetbal gekeken. Daar in het voetbal was de All Together Challenge dit weekend. Dat hield in dat alle cornervlaggen waren in regenboogkleuren. De scheidsrechters die hadden een speldje op en de trainers hadden een speldje op in de regenboogkleuren. Volgens mij waren de aanvoerders zelfs ook allemaal met een regenboog aanvoerdersband. De regenboog staat zeg maar als internationaal symbool voor de LHBTIQ+ samenleving. Dus er worden steeds meer mooie stappen gezet in Nederland. Het onderwerp komt steeds meer op de kaart. Alleen het is nog niet zo vanzelfsprekend dat er... het is nog steeds een lastige omgeving. John Blankenstein Foundation, ik kan je nog even heel kort iets vertellen over John Blankenstein. John Blankenstein was een scheidsrechter in de Eredivisie voetbal. Hij floot ook internationale wedstrijden, Europacup wedstrijden, noem maar op. Echt een top scheidsrechter. John Blankenstein was homoseksueel en kwam daar openlijk voor uit en had daar verder tijdens zijn carrière weinig moeite mee. Alleen hij merkte dus dat er... ook voetballers anoniem vaak naar hen toe kwamen of hem berichten stuurden of brieven stuurden of wat dan ook. Met het feit dat zij ook homoseksueel waren, maar daar niet voor uit durfden te komen. En daar echt veel problemen mee hadden. Toen dacht hij, na mijn voetbalcarrière, of na mijn scheidsrechterscarrière, ga ik hier wat mee doen. En wil ik daar een organisatie voor oprichten. Helaas heeft hij dat nooit kunnen doen, want hij is vrij kort nadat hij gestopt was met fluiten overleden. En toen daarna heeft zijn zus Karin de John Blankenstein Foundation opgericht. En dat is nu een steeds groter wordende organisatie met heel veel vrijwilligers die door het hele land allemaal workshops geeft. En nou, die workshops geven doe ik dus ook. Dat is echt ontzettend leuk om te doen. En, wellicht kan het ook een keer bij jou op school. Daar zijn we van harte. We komen daar heel graag. Dus het zou heel leuk zijn om dat te doen. Even kijken. Even kijken of er al vragen binnenkomen in de chat. Maar volgens mij nog niet. Of wel. Ik zie dat er vragen staan, maar ik kan ze alleen nog niet zelf zien. Ik zit achter een computer, ben niet zo handig met... Ik wil graag die vraag even beantwoorden. Er komt nu even een helpdesk hier bij me. Mag denk ik weggaan. Oké, thanks. Ik zie Thomas, de ene vraag had ik al beantwoord over, ging je de hele wereld rond? Ja, nou, dat had ik dus al verteld, dat ik overal en nergens geweest ben, wat super gaaf was. En hoe zat het met je familie, is de volgende vraag. Ik denk dat je bedoelt op het feit over mijn homoseksualiteit. Mijn familie heeft daar heel prima op gereageerd. Mijn ouders die zeiden, we willen dat jij gelukkig bent en voor ons verander je er niet van als kind. Dus, en ze vonden het vooral heel erg vervelend voor mij dat ik er zo lang mee heb gezeten en dat zij eigenlijk ook daarvan niets door hebben gehad. Ze dachten dat ik het gewoon te druk had met sporten voor een relatie en dat ik daar gewoon ook geen tijd voor wilde maken. Ook mijn broer en zus die zeiden, voor hun verander ik ook niet en mijn band met hen is helemaal niet veranderd. Dus dat gelukkig, je hoort helaas ook wel eens andere verhalen, maar dat is bij mij niet van toepassing. En dan zie ik de volgende vraag, van wie is jouw grote voorbeeld / idool geweest? Binnen de korfballerij was dat
ja, een speler van DOS 46 met wie ik nu nog steeds goed bevriend ben en vroeger naar ging kijken. En uiteindelijk ook nog zelf even een paar jaar mee gespeeld heb. Dus dat was Daniel Hulsebos. Hij is nu nog een trainer op hoog niveau. Maar, en hij is ook nog mijn trainer geweest. Dus dat was wel echt mijn voorbeeld. En dat was een hele goede speler. En ik ben blij dat ik ook nog met hem heb samen kunnen spelen in een team. En nu ook gewoon goed bevriend ben. Dus dat is wel heel bijzonder. Ik zie wat Thomas bedoelde, hoe dat met de familie zat, met de wereld rondgaan. Nou ja, mijn familie vond het alleen maar hartstikke cool van mij, dat ik op allerlei plekken kwam waar ik anders nooit naartoe zou zijn gegaan, waarschijnlijk. En mijn familie in Europa zijn ze nog wel eens wezen kijken, bij het WK bijvoorbeeld, en dat was in Tsjechië en Brno, dat ik in één keer mijn vader en mijn moeder en mijn broer op de tribune zag zitten. Die waren vanuit Nederland daar naartoe gereden. Dat was natuurlijk hartstikke leuk, want mijn vader is absoluut geen korfballer en die houdt er helemaal nog steeds niet van. En dat hij dan toch kwam kijken in Brno, dat was, ja, was wel heel gaaf. En mijn ouders zijn ook mee geweest naar Portugal bijvoorbeeld een keer met een toernooi. En ook in België bij bepaalde toernooien zijn ze ook wel eens mee geweest. Dus dat was hartstikke leuk dat ze er waren. En wat mijn familie deed toen ik de wereld rondging, nou, ja, mij volgen op afstand. Met berichtjes sturen, vragen om foto's, mijn neefjes en nichtjes, want ik ben oom van 5 neefjes en nichtjes, die zaten vooral te hopen als ik terugkwam dat ik leuke cadeautjes voor ze had meegenomen vanuit de wereld. Dus daar zorgde ik ook meestal wel voor dat ik iets leuks voor ze bij me had. En dan, was eerst even alle aandacht voor mij en als ze daar het cadeautje binnen hadden, dan gingen ze weer lekker spelen. En dat hoort ook, want daar zijn de kinderen voor. Maar vaak kwamen ze me wel eventjes van Schiphol ophalen. En ik woonde natuurlijk best ver weg nog op dat moment, in Harderberg nog. Ik woon nog maar 8 jaar in Amsterdam. Dus vaak kwamen ze me dan wel eenmaal vanuit Harderberg, wat toch bijna 2 uur rijden is, even ophalen. En mijn familie steunde mij gelukkig hartstikke in mijn sport. En had er ook alle begrip voor dat ik niet bij feestjes of wat dan ook aanwezig soms kon zijn en dat ik moest trainen of wat dan ook. Sport stond op nummer 1 in mijn agenda en de rest moest er allemaal omheen gepland worden, zelfs mijn opleiding en mijn werk op latere leeftijd toen ik klaar was met studeren. Want helaas kun je van korfballen zijn, kun je niet leven. Je moet er gewoon naast werken en er zit ook niks mis mee, maar het zou mooi zijn als je gewoon dat niet hoeft en dat je overdag ook gewoon altijd kon trainen. Dat is helaas niet het geval. Alleen voor de mensen die nu in het Nederlands team zitten, die hebben A-status van NSC-NSF. En die krijgen daar ook gewoon een prima vergoeding voor, wat een hele goede zaak is. Ik zie in mijn scherm dat het al bijna tijd is. En er is mij gevraagd om nog een kleine sportieve challenge te doen. Wat kun je in huis doen? Jullie hebben wellicht allemaal wel een bal in de schuur liggen. Jullie zien achter mij zien jullie een bal liggen. Ik ga daar een kleine oefening mee doen en blijf in beweging met elkaar natuurlijk. Want de lockdown is nu helaas een feit. Jullie hebben ook geen gym meer op school. Dus het is belangrijk dat je thuis een beetje fit blijft. Ga even een kleine challenge doen met de bal. Een beetje een balvaardigheidsoefeningetje. Het is heel simpel. Maar probeer in een halve minuut tijd de bal zo snel mogelijk heel vaak om je lichaam heen en weer te draaien. En als je dat makkelijk vindt, doe je hem even gauw de andere kant op. Dus iedereen heeft denk ik wel een bal thuis liggen en die kun je heel makkelijk in trainen en dat is erg goed voor je balvaardigheid en je bent toch nog weer even lekker in beweging. Succes allemaal. En dankjewel voor jullie tijd en voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie met veel plezier gekeken hebben en allemaal een hele fijne dag gewenst.